Met het leren van al-aqida behoed je jezelf van de verkeerde gedachtegoed en allerlei stromingen die een valse aqida op nahouden. Op het moment dat jij de juiste aqida leert, dan zul je zien dat jij een wapen vormt. Want wat zie je in de praktijk? In de praktijk hier in Nederland, dan praat ik over Den Haag. Je ziet dat sommige broeders beginnen te praktiseren met het geloof en zich niet gaan onderwijzen in aqida. Daar is hij niet mee bezig. Het enige wat hij doet is hij volgt die en die persoon en die persoon, hij gaat achter die groepering aan en hij gaat achter die groepering aan. Ik zelf heb een aantal mensen in mijn omgeving gezien. Hij is begonnen als mubaddi'. Hij deed eerst tabdi'. Let op, hè. Hij begon eerst met tabdi'. Waarom? Hij heeft niet de pad gekozen van kennis. Nee, hij heeft de pad gekozen van het achter mensen aanholen. En aanhoren wat mensen aan hem vertellen. Net een schaap. Op een gegeven moment is hij van tabdi' naar wat gaan? Naar tekfir. Van de ene extreem naar de andere extreem. En wat deed hij daarna? Hij is daarna weer gaan doorschieten naar tamyi'. En wat is tamyi'? Hij is op een gegeven moment, afstand gaan nemen van sommige zaken van het geloof. Doordat iemand hem twijfelachtige zaken heeft gegeven. Hij lijkt wel, weet je waar dit op lijkt? Op een boom. Op een dag waarop het heel hard waait. De ene keer waait die boom zo. Aan de andere keer waait de andere kant. En het is nagelang de kracht van de wind. En bij hem ook. Het is nagelang de kracht van de praatjes van een persoon. Als een persoon met hem ergens in een snackbar gaat zitten. En hij gaat hem overtuigen. Gaat hij die kant op met hem mee. En dan is hij weer met Hizb Tahrir aan de andere kant. En dan komt hij weer met degene die het tabdi' doen. En dan zit hij weer met tekfir. En dan heb ik zoiets van al die tijd die jij steekt achter mensen aanholen. Pak boeken. Ga zelf lezen. Er is alhamdulillah genoeg correcte boeken als het gaat om de aqida in het Nederlands. Begin met het soort thalatha, de drie fundamenten. Lees de qawa'id al-arba'. De vier principe regels, de vier regels. Lees kashf shubuhat. Het niet doen van de twijfelachtige zaak. Lees kitab tawhid. Allemaal boeken die allemaal in het Nederlands vertaald zijn en die jou de juiste mu'taqad leren. In plaats van achter mensen aan te horen. En hier, voor sommige boeken heb je nog niet eens leraar voor nodig. Kun je zelf lezen. Alhoewel het beter is en aangeraden is. Om bij een leraar te gaan zitten die jou daarin onderwijst. Jou de juiste richting geeft. Maar neem de moeite en wees niet die schaap die achter iedereen aanholt. En elke dag van geloof verandert. Letterlijk. En ze zeggen ook in het Arabisch. Een aantal geleden hebben dat gezegd. Degene die zijn oor aan iedereen geeft. Hij verandert elke dag van geloof. Degene die zijn oor aan iedereen geeft, iedereen die langs hem komt, hij fluistert wat in. Oh, daar zit wel wat in. Ik ga met jou mee. De volgende dag, oh, daar zit ook nog wat in. Gaat hij weer met hem, dan zie je dat hij de ene keer tabdi' is, dat die andere tekfir. En wat levert dit op? En dit is ook het laatste punt die ik had opgeschreven als een punt waarom het van belang is om juist de aqida te leren. Als je de juiste aqida leert, wat gebeurt er? Je maakt korte metten met innerlijke strijd. Je hebt geen innerlijke strijd. Je hebt geen twijfels. Je weet het. Het is een aqida die ik onderwezen heb gekregen. Qala Allah, Allah heeft gezegd. Qala Rasul, de boodschapper heeft gezegd. Qala Sahabatul Kiram, de vrome voorgangers hebben gezegd. Dit is mijn aqida. Duidelijk. En je hebt geen innerlijke strijd wat dat betreft. In tegenstelling tot degene die van iedereen moet aanhoren. Hij hoort de ene keer van die. En dan leeft hij in strijd met zichzelf. Klopt dat nou wat die persoon zegt? Klopt dat nou wat hij... Oké, de volgende dag komt iemand tegen hem. Hij zegt, ik heb jou gisteren met die broeder gezien. Hè? Is niet goed, hè? Ja, je kent het verhaal, is niet goed. Je moet echt voor hem uitkijken. En dan komt de volgende dag een andere persoon die voor die andere weer gaat waarschuwen. Ik heb jou gisteren met die gezien. Wallah, jij wil niet weten wat die persoon allemaal denkt. Jij wil niet weten wat voor overtuiging hij heeft. Ja, in plaats van dat je zelf zo in deze bochten gaat, waarin een pak boeken, neem lessen aangaande al-aqida en je zult jezelf beschermen van allerlei innerlijke strijden en van allerlei veranderingen van de ene overtuiging naar de andere overtuiging.